Dag beste kijkers, dag beste bezoekers van Bidden Onderweg. Ik ben blij dat we terug even samen tijd kunnen doorbrengen op deze viering van Beloken Pasen. Vandaag viert de kerk Beloken Pasen. Beloken komt van het werkwoord beluiken, het tegenovergestelde van ontluiken. Vandaag sluiten we het paasoctaaf af. Gedurende 8 dagen... vertrekkend van het paasfeest zelf, hebben we die prachtige verhalen van de verschijning van de verrezen Heer mogen beluisteren. En vandaag horen we opnieuw een verhaal waarin Jezus, de verrezen Heer, verschijnt aan zijn leerlingen. 8 keer na elkaar. Nee, het is echt niet te veel. Het is goed en belangrijk en ook nodig dat we herinnerd worden, elke keer opnieuw, aan de werkelijkheid van die verrijzenis. Niet enkel 2000 jaar geleden, maar ook nu, vandaag, in ons eigen leven. Ik stel voor dat we van start gaan en dat we luisteren naar die evangelielezing van vandaag. De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. Lezing uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: "Ik wens jullie vrede." Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: "Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit." Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: "Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemands zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven." Een van de 12, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: "Wij hebben de Heer gezien," zei hij: "Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven." Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. "Ik wens jullie vrede," zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. "Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof." Thomas antwoordde: "Mijn Heer en mijn God." Jezus zei tegen hem: "Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven." Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgetekend, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Tot hier de blijde boodschap voor ons vandaag. De verrezen Christus komt naar degenen die hem liefhebben, waar ze ook zijn. Waar komt hij naar jou toe? Waar heb je nodig dat hij naartoe komt?
ik wens jullie vrede. Hoor hoe hij deze mooie woorden spreekt tot jou. Tot de mensen die je vandaag zult ontmoeten. Tot de lijdende, gebroken delen van deze wereld. Zie ze in je verbeelding. Hoor de verrezen Heer deze woorden uitspreken. Over ieder persoon en iedere plaats. Wat voel je? Thomas heeft zijn eigen bewijs nodig. Hij raakt zijn wonden aan. Hij realiseert zich dat Christus echt is. De verrezen Christus bedriegt hem niet en verlaat hem niet. Hij bekent: mijn Heer, mijn God. Als je nogmaals naar de lezing luistert, blijf dan bij Thomas. Vraag hem om je te leren hoe dit te zeggen. 1 van de 12, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: wij hebben de Heer gezien, zei hij: alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde: mijn Heer en mijn God. Jezus zei tegen hem: omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgetekend opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Mijn Heer, mijn God, de zegen van Christus. Gelukkig zij die niet zien en toch geloven. De verrezen Christus heeft je al gegroet. Hij ademt over jou, over de kerk, over deze wereld waar we allemaal in wonen. Waarheen zendt hij jou vandaag? Welke gave vraagt hij jou om te brengen? Thank you.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Beste kijkers, dank u voor uw deelname aan onze korte gebedstijd van Bidden onderweg. We gaan verder met onze zondag van Beloken Pasen, ook de Barmhartigheidszondag genoemd trouwens. We gaan terug onze afzondering in, want we zijn nog steeds in de coronacrisis en voor sommigen onder ons blijft het ongetwijfeld moeilijk en zal de eenzaamheid wegen. Daarom is het zo belangrijk en is het zo goed van te weten dat het de Heer zelf is die naar ons komt om onze eenzaamheid en ook onze angst en onze onrust te verlichten. Samen met de Heer, maar ook samen met al die mensen die verbonden zijn door Hem in gebed en in leven, kunnen wij wel verder en kunnen wij werkelijk leven in die paasvreugde. En om daar kracht en inspiratie voor te krijgen, geef ik u graag de zegen van onze God. De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren. Zegen en bescherming schenken u de barmhartige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen en blijf in de vreugde van de Heer. Hij is verrezen. Halleluja, halleluja.